Hip 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 hip. In Clubgenoten ga ik vandaag dit team herenigen. Het is een team uit 1991 met 17 stoere mannen van de rugbyvereniging De Pigs uit Arnhem. Mannen met bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld Barry. Hij regelt elk jaar een visreis naar Noorwegen voor zijn vrienden. Lucien, hier rechtsonder, belandde door een ongeval in een rolstoel. En Roy, hier in het midden, gaat de ware naam onthullen van mijn hoofdgast. En dat is Tim Schumacher. 3 jaar geleden kreeg hij een bijzondere uitnodiging voor de Barbarians. Dat is een elite team met de allerbeste rugbyers ter wereld. En vandaag breng ik hem en het team weer bij elkaar. Als je zoveel voor rugby over hebt als Tim heeft, hè, dat je er zelf voor wilt verhuizen, dat je eigenlijk je hele leven naar wil inrichten, ja, dan kan dat alleen maar doorgroeien. Ik ga graag met mensen om die gedreven zijn, gepassioneerd zijn in iets, beter willen zijn als een ander. Omdat daar zoveel drive en energie vanuit gaat, dat is prachtig. Nou, dat is Tim de voeten uit. De bekkel. Warm of koud? Als wij met de jas aan liepen, liep hij met een korte broek. Nee, iedereen lachte erom. Is hij nooit ziek? Nee, hij was nooit ziek. Had hij blessures? Nee, nooit geen blessures. Als hij klappen kreeg, ja, dan was het van. Eerst in het begin was het van. Wat gebeurt me nou dan? En dan, daarna werd ik gezegd van ja, zo leren we het. En dan accepteerde hij het. Hij groeide zo hard. Dat was echt van: jij moet naar het Westen. Jij moet echt naar het Westen. Wil je wat betekenen van de rugby, dan moet je echt naar het Westen. Je ontstijgt ons qua niveau. En dan dat zeg ik ook met de enige trots. Nou, Tim. Dit is waar jouw rugbycarrière begonnen is. Wel een tijdje niet geweest, zie ik. Ja, had je niet even kunnen grasmaaien? Ze hebben allemaal zand hier gegooid op mijn plek. Ze hebben mijn clubhuis weggehaald. Het ziet er een beetje treurig uit. Vind je ook niet? Het is wat groener dan voorheen. Mijn eerste herinnering hier aan het veld met de Pigs zijn buiten natuurlijk het kleine clubhuisje. Want dat stond dus daar in de hoek, het clubhuisje? Hier, ja, volgens mij was het woonwagenkamp, dat was er al. Niet in deze vorm, maar het was wel gereserveerd. Stond in een soort van schuur. Ik geloof dat mijn schuur groter is. Maar daar waren ook nog eens doucheruimtes en een bar en alles was daar. En dan liep het echt naar beneden toe. Dus ik verbaas me echt dat hier zoveel zand ligt. En dan onderaan, het was het enige stukje wat nog droog was. En dan, nou, dat moet dan hier ongeveer zijn. En dan zat je tot zover in de modder. En hoe kwam je in aanraking dan met deze sport en met deze club? Ja, ik heb heel veel dingen gedaan ervoor. Heel veel sporten. En allemaal van die sporten dat ik helemaal dacht van ja, het is wel leuk, maar het is niet mijn ding. En het was in maart. En er waren 6 landen toernooi was dat. Op de televisie. En het is een grote rugby toernooi van alles in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En ik denk allemaal mensen tegen elkaar aan rennen en dat mocht. Ja, beuken. Ja, dat is grappig. Als ik pak een telefoon. Ik woon hier op de Rompelstraat, heet dat geloof ik, op Prezikhaaf. En ik heb rugby, Pigs, Merwedestraat. Dus ik kijk zo even zeg maar, uit mijn raam en dat was hier. Dus ik kon bijna het veld zien liggen. En ik ben op een donderdag ben ik hier begonnen. En op zondag mijn eerste wedstrijd gespeeld. En zo grappig, ik ben er nooit meer weggegaan. Je was helemaal verkocht. Oh, helemaal. Ja. En wat voor team kwam jij terecht? Ja, wat voor jongens waren dat? Het waren allemaal grote mannen, stoere mannen, snorren. Mensen met name als een Odin en een Buck. En dan weet je ook, goeiedag, ik ben Jean-Pierre Schumacher. Dat is te moeilijk. Je voelde je helemaal thuis. Ja. Maar dit veld was ook nog eens een keer vervuild, toch? Dit terrein. Ja, vervuild. Daar zit een autosloperij. En volgens mij heeft daar vroeger iets van de AXO gezeten. Onze drainage was stuk. Nou, dat water dat gaat op een gegeven moment hier omhoog. En we hebben...
Volgens mij is het ook een van de redenen geweest waarom we hier weg zijn gegaan of moeten gaan. Op een gegeven moment begon iedereen te jeuken. En, Je kreeg echt last van je huid. Ik heb van die rode plek op de bovenbenen gehad. En dat is wel een van de redenen volgens mij geweest dat we hier weg zijn gegaan. Ik zelf vond het erg jammer. Omdat het, ja, het is toch, ja, weet je wel, een modderveld, oude schuur als clubhuis. Is gewoon, ja, dat onderscheidt ook een beetje rugbyers van normale mensen, denk ik. Het maakt mij niet uit wat er gebeurt, weet je wel. Geef mij een shirtje, geef mij 15 mensen die een andere kleurshirt aan hebben. En gooi een bal in het midden en ik ben blij. Oh ja, en als we namaak dan natuurlijk een klein biertje is om het weer te verzachten. Nou, zullen we naar het echte terrein? Kom maar, ik loop wel even voor. Onkruid vergaat niet, hè? Man, al ellende hier. Tim Schumacher wordt in 1971 in Assen geboren, maar groeit op in Arnhem. Hij doet als jongetje meerdere sporten, zoals judo, roeien en American football. En begint pas op zijn 20ste met rugby. Na het zien van de Six Nations, het toernooi tussen de beste landen van het noordelijk halfrond, is zijn interesse gewekt. Toevallig staat het clubhuis van The Pigs op maar 5 minuten van zijn huis. Na 6 jaar bij de Pigs heeft Schumacher zich ontwikkeld als een goede tweede rijder en doet hij een stapje hogerop naar Eemland in Amersfoort. Zijn rugbycarrière vordert snel en Tim komt in totaal 43 keer voor het Nederlands team uit. En net op het moment dat hij is gestopt met toprugby, wordt Tim als derde Nederlander ooit gevraagd voor de Barbarians. Een elite team waar een uitnodiging een grote eer voor is. Na zijn carrière als rugbier wordt hij teammanager van Oranje. Tim, we zijn nu bij de Pigs op de huidige locatie waar ze nu spelen. Maar je hebt hier maar 1 jaar op deze locatie gespeeld. Wat ben je daarna gaan doen? Na een jaar hier gespeeld te hebben, heeft mijn trainer me voorgesteld bij een andere club. En uiteindelijk ben ik dan via Amersfoort, Castricum, Utrechtse studenten. En dan nu in Leiden uitgekomen bij DIOC. Dus hier is eigenlijk het begin van de carrière. Ja, ben je hier al lang niet meer geweest? Volgens mij al een jaartje of zo al. Dus het is een beetje. Het voelt altijd weer alsof ik thuis ben. Thuis, ja. Maar het is wel, ik kom hier veel te weinig. Heiligdom dit, hè? En? Alle twee. Barbarians en Nederlands team. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke dingen in het leven van een rugbier. En buiten je eerste shirt is je 15e shirt. Je speelt 15 tegen 15, dus je 15e shirt is heel belangrijk. Dat was die. Het grappige is dat jij altijd, of je nou bij het Nederlands team speelde of voor de Barbarians, dat je altijd de pixel hebt aangehouden, toch? Tot vervelend toe van mijn ploeggenootje, ja. Ja, mijn allereerste interland toen, dat was een Nieuw-Zeelandse coach, Jeff Holt. Ik heb altijd heel ceremonieel je shirtje en je broeken en je sokken en zo. Maar ja, oranje sokken, daar heb ik helemaal niks mee. Dus ik had op een gegeven moment die oranje sokken gekregen, maar vlak voor naar buiten ging, heb ik die aan de kant gedaan. Dan heb ik mijn piksokken aangetrokken en gingen we de kleedkamer uit. En de coach zei, gefeliciteerd aan het succes. Dus ja, what the fuck is that? Van Nieuw-Zeelander, niet echt heel subtiel. Dus ja, sorry, ja, piksokken. Is geen piksokken, geen Schumacher op het veld. Dus die was een beetje problemen had die. En toen moest ik dan mijn oranje sokken eroverheen doen, maar dat is ja toch Nederlands team. En eigenlijk sindsdien al mijn 43 interlands met piksokken gespeeld. Zonder piksokken wilde jij gewoon niet rugbyen? Nee, want anders niet voor het Nederlands team. En dus, wat is dat dan? Wat? Ja, ik denk dat een stukje trots van je team. Ik bedoel, het feit dat ik nu al over praat, dan krijg ik een beetje kippenvel weer. Ik vind gewoon alles wat ik heb geleerd, de normen en waarden zeg maar, van het rugbyen, dat komt hier vandaan. Kom maar. Zo Tim, straks ga jij al je oude maatjes weer zien. Wat voor een team waren jullie? Waren jullie hecht? Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje sport inherent is. Want je bent toch op het veld en er zijn 15 man van tegenpartij als waar die niks liever doen dan je onderuit schoffelen, tackelen. Dus dan kom je heel gauw voor elkaar op en dan krijg je vanzelf een band met elkaar. Voordat we je gaan herenigen met je oude teammaten, wil ik eerst even 3 filmpjes met je bekijken. Ben benieuwd. De eerste gaat over Barry. Vandaag wordt het uiteraard heel duidelijk dat we willen winnen. We willen heel niks anders horen, ik wil niks anders zien. Ik wil alle ballen naar de wing hebben. Vanaf de wing kan de tweede fase opgezet worden. We kunnen het kicken proberen, we weten wat voor tegenstander we hebben. Niet te veel.
Dus we gaan er gewoon tegenaan. Brikkelaar. Barry Puin was 13 jaar lang trainer van rugbyclub De Pigs. En in die hoedanigheid zag hij ook de kleine Tim Schumacher voor het eerst een rugbyveld oplopen. Tim was een heel enthousiaste puber die we in het begin hebben moeten remmen. Met qua tackelen. Daar liep de beschadiging van op, dus daar hebben we hem gewoon een beetje beschermd. En zo is het eigenlijk gekomen, het hele verhaal. Tim is inmiddels gestopt en ook Barry Puin is sinds 3 jaar geen trainer meer. En dat geeft meer ruimte voor andere hobby's. We zijn gestopt met roken, daardoor kwam er een potje vrij voor het vissen in het buitenland. En toen zijn we dus in Denemarken begonnen. Spanje hebben we gevist, we hebben overal een beetje gevist, maar we zijn dus gestrand nu in Noorwegen. En dat, ja, daar ben ik inderdaad lyrisch van, ja. Daar ben ik inderdaad helemaal enthousiast in. En, ja, daar kunnen we wel door blijven praten. Veel variëteit van vis, veel grote vis, de natuur, orka's, visarenden, baskethaaien. We hebben alles al gezien en alles al meegemaakt daar. Het is gewoon, ja, het leuke is het organiseren. Ik doe dat samen met Johan Kremers. Ik pik dan de reis eruit en dan gaan we samen een dag Duitsland boodschappen doen. Met 2 bussen gaan we naar Noorwegen. De heenweg zitten de vriezers achterin. Die zitten vol met eten. En terug zitten ze vol met vis. Drie weken om zo te zitten vissen. De leeftijd op het ogenblik varieert van 25 tot 77. Dus ja, een heel gemailleerd gezelschap. Het kan allemaal goed met elkaar overweg. Ze hebben 1 verplichting en dat is 's middags om 4 uur dreigen melden. Omdat er gefileerd moet worden. Oké. Het eerste commentaar wat je normaal altijd krijgt als je met mannen, een groep mannen weggaat. Dat je, oh, dat zal weer zuipen zijn, dat zal weer. Maar ja, het is allemaal zo geïsoleerd, er valt niks. Dus we hebben gewoon dik lol, veel vissen en ja, veel plezier met elkaar. Waarom moet je zo hard lachen? Echt zo briljant. Dat is het eerste clubhuis waar we zaten. Zeg maar die schuur waar we in kwamen. Dat is echt briljant. Ik wist niet eens dat de film gemaakt was. Echt leuk. En Puk had haar toen. Daar moest ik het meest om lachen, dat hij haar had. Wat voor band had je met Barry? Ja, alles. Ik bedoel, dat is de man die mij op een gegeven moment heeft weggestuurd. Die zei van, ik kan je niks meer leren, je moet hier weg. Ja. En toen ik voor de barbarians ben uitgenodigd, zei hij eerst, ik heb opgebeld. Ik zei, ik kan me niet schelen wat je hebt. Ik zei, maar je komt kijken. Ja, maar ik zei, desnoods betaal ik je ticket, maar jij moet daar gewoon zijn. Alles wat ik zo'n beetje aan rugby te danken heb, zeg maar, de lol die ik daarvoor heb, dat komt allemaal van hem af. We zijn hier in Amsterdam, Tim, ja. Bij Paradiso. Wat mij betreft de mooiste poptempel van Nederland. Jij werkt hier als portier. Ook inderdaad. Ik heb vele hobby's, maar dit is een van mijn leukste hobby's. Ja? Ja. Waar sta jij dan, zoals we vaker zien, bij de deur? Ja. Ik zeg echt, mensen komen hier de trap op. En dan komen ze bij en dan check ik de kaartjes of ze geldig zijn. En dan zijn ze door. Dus ik ben hier niet echt een uitsmijter, wat je meestal zou denken, ja, bij een kroeg. Ik ben meer gast hier, denk ik. Ja, dit is het, hè? Ik blijf me altijd verbazen hoe dit er overdag uitziet. Natuurlijk, in mijn werk zie je het alleen maar 's avonds. De grote lampen en zo allemaal uit zijn, donker. En wel de gekleurde lampen allemaal aan. Maar het blijft toch wel ook een technisch staaltje hier zo. Oh, prachtig. Ja. Echt prachtig. Hey, je zei net van, ik ben geen uitsmijter, maar portier. Heb je nooit iemand zeg maar te grazen hoeven nemen hier? Kijk, in mijn werk moet je natuurlijk vaak mensen, ik zal het maar corrigeren. En aan de hand van wat de respons is, reageer ik dan ook. En je was een keer een Engelsman die dusdanig uitsporig was. Die begon op een gegeven moment te rennen. Toen wilden mijn collega's erachteraan gaan, toen heb ik zo rustig maar keurig mijn porto afgegeven. Toen heb ik 3, 2, ga je hem nog halen? Ja, wacht eventjes. Nu. Toen ben ik erachteraan gerend. Dan heb ik hem hier ergens midden in de zaal, ik heb hem echt zeg maar rugby getackled. Dat was, ja, maar, dus wat dat betreft heb je echt profijt gehad voor je sport. Ja, maar dat is een beetje,
Je moet het natuurlijk niet altijd doen. Het is niet de manier waarop we eigenlijk werken. Maar soms gaan mensen gewoon zo raar en ben ik een beetje baldadig. Laat het daar maar op gooien. Maar meestal is het gewoon, weet je wel, je neemt mensen gewoon bij de arm mee van luister, we moeten even praten. Je hebt weinig weerstand. Ja. Je doet dit soms 7 avonden in de week, terwijl je ook gewoon nog een fulltime baan ernaast hebt als technisch tekenaar. Wat doe je precies? Ik werk voor een firma Rijnmetaal hier in Arnhem. In Amsterdam. Ja. En we maken een nieuwe panzervoertuig voor de Nederlandse landmacht, een Duitse Bundeswehr. Maar dat is echt weer totaal iets anders. Ja, maar rugby is ook weer anders. Ik vind het leuk om allemaal verschillende dingen te doen. Maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus nou, dat overdag dat vind ik leuk, want dan ben ik gewoon met een... ik heb niet voor niks 16 jaar over de ATS gedaan. Dus dat dan ook weer gebruiken natuurlijk. En dan s'avonds dan kan ik op de bank zitten thuis en niks doen. Of ik kan hier nog een beetje bijverdienen, een beetje concerten kijken en zo. Dus, maar heb jij verder geen gezin of... Nee. Oké, okay. Dus je bent gewoon lekker... Iedereen, kijk eens, ik heb iedere avond 1500 kindjes hier. Ja? Ja, dat is echt wel grappig. Ik en vele anderen met mij kennen jou eigenlijk als Tim Schumacher. Maar zo heet jij helemaal niet. En Roy gaat gewoon nu jouw ware naam onthullen. Vanaf zijn allereerste dag bij de Pigs wordt Jean-Pierre Schumacher door trainer Barry Puin duidelijk gemaakt dat Jean-Pierre als naam niet geaccepteerd zal worden. Johnny Geukens en Roy Teunissen komen met het alternatief. Ja, wij vonden het allemaal zo ingewikkeld, ook met een spelletje spelen en zo. En sta je in het veld en je moet dat allemaal volledig uitspreken, dan ben je al tweede. Dus de werm dus niet. En toen had je de serie Goede Tijden, Slechte Tijden op televisie. En er kwam een nieuw figuur in en die heette Tim. En daar leek hij wel op. Dus zo hebben wij hem de naam Tim gegeven. En tot de dag van vandaag draagt hij die naam nog. Ik heb hem ook nooit bij zijn echte naam genoemd. Ik heb hem alleen maar Tim genoemd. En dat waren meerdere jongens natuurlijk. Kijk, en ik denk ook wel waar hij gezeten heeft bij het Nederlands team, dat ze hem daar ook zo genoemd hebben. Want die kennen zijn echte naam ook niet. Jean-Pierre, dat is ook Jean. Zie, dat begint al. Zo anders. Jean-Pierre. Ah, oui, c'est moi. Dat is nog even iets anders dan Tim. Weet je, maar ook in alle media krantenartikelen zie je Tim Schumacher staan. De bondscoach van Nieuw-Zeeland die belde mij een gegeven moment op en ik ken dat nummer niet. Ik zeg, met Jean-Pierre Schumacher. Ja, is je broer. Oh ja. Met Tim Schumacher. Hey, you sound just like your brother. Dat was echt gewoon te grappig. Ik denk, ik leg het je nog een keertje uit. Veel te lastig nu. Maar is dat sowieso voor jou ook niet bizar geweest dan? Dat je in die hele rugbywereld Tim was en dan in je privéleven Jean-Pierre? Nou, in het begin moest er echt aan wennen. Had ik in mijn telefoon zeg maar 2 verschillende geluidjes voor mensen die ik als Tim moest opnemen. Dan kon ik het aan de ringtoon horen. Maar inmiddels, mijn ouders, als wij nu in de stad lopen of ergens waar het druk is en ze roepen me Jean-Pierre of Jean, wat dan ook. En ik luister niet, dan roepen ze ook Tim. En dan, dat is een soort, ja, ik weet niet, een soort triggername geworden. Jezelf meer dan? Als hier, Tim of Jean-Pierre? Nu, Tim. Ik loop op hem, want ik ga even op. Dat is alles. Oeh, oh jeetje. Maar dat is ook echt hoog. De andere kant te gebruiken. Laat je hem nou echt zo vallen? Fysieke contactsport, heb jij er iets aan overgehouden aan je carrière? Het hangt ervan af wat je bedoelt aan overhouden. Nou ja, je schouder toch? Ja, maar dat is allemaal... Er was toch een arts die op een gegeven moment tegen jou zei van je schouder is kapot en je moet het niet meer doen? Meneer Schumacher, bent u goed in schaken? Hoezo? Nou, ik zou eens een schaakcarrière overwegen. Ja. Maar ja, dat is, kijk, deze arm kan ik gewoon zo pakken en bij deze arm kan ik tot aan hier. En dan moet ik hem even omklikken en dan kan ik ook verder. Het is alleen, ja, als ik thuis suiker moet hebben, dan pak ik hem gewoon met die arm. Zo simpel is het. Ja. Maar op dat moment dat je dat te horen kreeg, wil je het eigenlijk wat rustiger aandoen. En toen kreeg je een uitnodiging van de Barbarians. Ja, deze mannetjes spelen. Je hebt een mooie shirt ervan aan.
Vertel eens voor de niet-rugbykenners wat dat is. Maar er zijn een aantal rugbyteams natuurlijk in de wereld. Je hebt natuurlijk je eigen club en als je dan een niveautje hoger gaat, dan kom je bij het Nederlands team, ook gedaan. En als je dan, op een gegeven moment in Nederland heb je het dan wel gehad qua niveau. Er zijn heel veel jonge jongens die tegenwoordig naar het buitenland gaan, dus Nieuw-Zeeland spelen, Engels spelen. Maar er is ook een team dat heet de Barbarians. En daar worden allerlei spelers uitgenodigd van over de hele wereld door een clubje oude wijze mannen en die zeggen van, en in mijn geval die Schumacher, die moet er een keertje mee laten doen. En dan word je uitgenodigd om voor hun te spelen. En het is een soort van, ja, het is een... Een eer. Ik denk nog hogere eer, het is voor mij in ieder geval, om voor Nederlands team uit te komen. Ja? Wat was jouw reactie toen je die uitnodiging kreeg? Mijn eerste reactie was van, oh mijn god, dan moet ik weer fit worden. Nee, maar ja, het is natuurlijk onwerkelijk. Want net wat je zegt, er zijn er twee voor mij geweest. En dat is zo'n lange tijd geleden. En ik vind mijzelf nooit erg goed. Ik doe gewoon een trucje. Ik ren over dat veld voor 80 minuten. En dan, nou goed, dan win je of verlies. En dat is een beetje mijn ding met rugby. Alleen, ja, dan hiervoor uitgenodigd te worden. Eerste van 1 april. Nee, dat kan niet. Dat is vorige week. Ja, geen idee. Dus gewoon echt van... Wauw. Ja, wauw. Ja. Wauw, dat is het. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting matches on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Het is bijna zover dat we je oude team gaan ontmoeten. Heb je er zin in? Ja. Ja? Dat is eigenlijk nu met filmpjes kijken. Er zijn echt een paar namen waar ik van, oh ja. En ik zie natuurlijk mensen op het beeld voorbij komen. Ik denk van, wie was dat ook alweer? Ik ken natuurlijk wel heel veel gezichten, ken ik wel. Maar zijn die jongens al zo lang geleden dat ik gewoon of een beetje namen kwijt ben. Of, ben benieuwd. Het laatste filmpje gaat over Lucien. Speciaal. Ja. Zullen we even kijken naar zijn verhaal? Het verhaal van Lucien. Kijk, die foto heb ik nog steeds. De kampioenswedstrijd van de Pigs in 1991 werd natuurlijk besloten met de traditionele teamfoto. Helemaal rechts op de voorste rij zit Lucien Scherpenzeel uit Velp. De laatste wedstrijd waar dus de kampioensfoto is gemaakt, die tussen de palen is genomen toen. Kort daarna ben ik voor stage vanuit mijn opleiding ben ik naar Australië gegaan. En op de terugweg naar Nederland toe heb ik nog een stop gehad in Indonesië. En halverwege Java bij Yogyakarta ben ik door een collega, vriend, ravijn gereden. Officiële lezing, volledig verbrijzeld de ruggenwervel op, torkaal plus of min 8 tot 10. Dus dat wil zeggen dat ik qua gevoel, maar ook qua loopfunctie, maar ook mijn buik en mijn rugspieren dus niet functioneel kan gebruiken. Een tweede auto-ongeluk, 5 jaar later, treft hem zo mogelijk nog harder. Ik ben niet meer in staat om veel in drukke ruimtes te zitten. Cognitief, het concentratievermogen is bij vlagen heel beperkt. Ik heb een hele tijd gehad dat ik, gaat u dan een boek lezen meneer? Ik zeg, nou ging het boek lezen. En ik wilde de eerste regel gaan lezen. Aan het begin van de eerste regel wist ik nog, maar aan het eind van de regel wist ik niet wat aan het begin stond. Dus dat is een impact geweest. Die is groter dan de dwarslezing. De vraag waarom, ja, dat kun je 1000 keer stellen, maar tuurlijk als ik een keer in bed lig en denk van ja shit, kan niet meer klimmen, kan niet meer skiën, kan niet meer duiken, kan niet meer rugbyen, noem het hele rijtje maar op. Je moet ook beseffen dat er op een gegeven moment ook momenten zijn die zeggen van ja verdorie, het is wel mooi weer vandaag, nou pak mijn terrasje, geniet daar dan van.
Of je hebt een leuke klus gehad, of je hebt in dit geval een leuke training gedraaid. En je denkt, verdorie, dat is ook gaaf. Het is niet allemaal negatief. Je pakt hem van hier en je beweegt hem daar naartoe. Je kent hem. Lucien Scherpenzeel traint tegenwoordig gehandicapte atleten bij de Arnhemse atletiekvereniging SICO. Daar kun je zien wat je zelf wel of niet voor goed doet. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk met die gasten omgaan. Als je ziet wat de jongens, hoe de jongens binnenkomen en hoe ze zich hebben ontwikkeld in het traject wat we nu hebben gedaan in het jaar dat we nu bezig zijn. Nou, dat is mega. Geniaal. Echt. Andere arm. Maar ook het rugby laat hem nog steeds niet los. Als je één keer in de twee weken of één keer in de maand ga ik een keer naar de Drielse Dijk toe. En dan, als het mooi weer is. En dan ga ik een potje kijken en dan met de oude meesters commentaar leveren op het spel wat nu de wedstrijd speelt. Wel het vrij positief in het leven en zo, met eigenlijk met alles wat er gebeurt. Maar dit soort dingen, dat... dat is natuurlijk weer met een grapje, dus al van ja, had eigenlijk met rugby moeten gebeuren, weet je wel. Dan kan je dat... Maar dit zijn gewoon dingen dat... Maar die kun je er ook niet aan doen, weet je wel. Hij was zelf passagier volgens mij. En dan gebeurt gewoon, dat gebeurt je gewoon. Ik vind het in ieder geval heel stoer dat... Dat zo iemand dan weer weet je, zijn leven oppakt. Ja, en toch weer sport ook in zijn leven brengt. Maar echt in dit soort dingen, jij wordt er gewoon helemaal stil van. Ja. Zullen we een borreltje gaan drinken met Lucien? Ja. En alle andere jongens? Ja. Ja, hè? Ze hebben wel een toe volgens mij. Daar ben ik ook goed in. Ja. En mee? Goedemiddag, jongen. Ik heb sowieso jou gezien. Of heb jij genoeg gehad? Nee, maar ik heb niks gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet gehad. Ik heb het meisje niet meegenomen. Nee. Domme. Timothy. Is goed, jongen. Zeker. Ik heb jouw filmpje gezien. Was even schrikken. Je hebt allemaal rare verhalen verteld over mij. Hij moet eventjes gaan praten met z'n tweeën. Hoe vind je het om die mannen zo hard te zien? Ik dacht dat ik lelijk was geworden in die tijd, maar... Nee, het is wel mooi. Het is wel een beetje de harde kern van vroeger. Vinden jullie het om Tim weer te zien? Fantastisch. Net zo verschrikkelijk als hij, hoor. Maar zijn jullie een beetje trots op hem? Wat hij heeft bereikt na jullie tijd? Laten we daar toosten. Toch? Op de pit. Ja. Als je op zo'n moment bij elkaar komt en alle gezichten weer ziet, dan is het meteen oude jongens krentenbrood en dat haakt meteen in en ja, dan begint het toch altijd weer te kriebelen. Het gevoel wat we samen hebben, dat is wat mij betreft en niet minder om geworden en ik zou inderdaad ook zo weer de wei in wandelen. Fantastisch, ja. Het is altijd wel leuk als iedereen opkomt dragen, ja. Dat is heel leuk. Ja. Ik heb er ook extra een paar uurtjes vrij voor genomen, maar ook vroeg. Oude verhalen willen bovenhalen, van trips die we mee hebben gemaakt. En het is weer even leuk om de jongens allemaal weer even te zien. Tim, die komt dan nog af en toe eens langs. En dat is allemaal heel gezellig. Je kunt hem wel met een heel bombardie binnenhalen. Laten we alsjeblieft normaal blijven. Gezellig. Zoals vanavond. Heerlijk. Ja. And you looked into my blood.
Van de kampioensfoto's. Nou, maar. Nou, die krijg je niet. Ik heb hoor. Ja, als je net op de rug bent, als de rest kan dan nooit. Bedankt voor vandaag. Vond je het leuk? Oh ja. Ja? Wanneer gaan we weer? Genoten? Wanneer gaan we weer? Wat rugbier? Oh, ik heb nog een volleybal en een judo. Oh. En van alle teams wil je nee, maar dit is het leukste. Nee, laten we, ja? Laten we hier maar bij houden. Okay. Super gaaf. Nou, ik hoop dat je er met plezier aan terugdenkt. Ja. Ik heb echt nog nooit een groep mannen zo snel bij elkaar gehad. Waarvoor dank. Maar Freek en Barry, willen jullie even zo'n banner nog pakken? En aan de zijkant... Banner. Ja, banner. Ja, niks meer aan doen. Clubgenoten, zijn we er klaar voor? Bedankt.